Peter Bos wilde graag een feestfoto maken. Hedwiges Maduro is op weg naar de uitgang bij Ajax. En Arne Slot maakt een grapje over zijn afscheid. Peter Bos wilde de sfeer in de kleedkamer graag vastleggen na de historische 0-8 overwinning van PSV op Heerenveen. De gele selectie en staf poseerden in de uitkleedkamer van het Abel Lentstra stadion voor een feestfoto. Ik heb nog wel gelukkig een foto mogen maken met de jongens. Daar heb ik soms gevraagd, wilde ik heel graag. Dus die heb ik mooi kunnen maken. En ja, dat is wel bijzonder. Dus ik denk dat momentje van echt genieten en ik zoek ook naar de juiste woorden, dat gaat echt komen. En ook wel realiseren wat we niet alleen kampioen worden. Ik heb al vaker gezegd, je wil wedstrijden winnen, maar dat is niet genoeg. En ja, als dan blijkt dat het inderdaad kan, dat je die twee zaken, die twee werelden met elkaar kan verenigen, dan ben ik vooral heel trots. Dat is denk ik het beste woord, dat ik waanzinnig trots ben op die jongens, op mijn staf. Op de club. Dat vertelde Peter Bos na afloop van de grootste uitzege ooit van PSV. PSV moet in de laatste 3 wedstrijden nog 1 punt meer halen dan Feyenoord en dan is het officieel landskampioen. Maar Peter Bos erkent er wel dat de landstitel een feit is, ondanks dat het dus nog niet officieel is. En dus is het niet zozeer dat ik voor mezelf blij ben dat ik nu kampioen van de Eredivisie ben geworden. Want ik ben veel blijer met dat we zo geweldig voetbal spelen en mensen vermaken. En dat is, ja, dat mag je geloven of niet, maar voor mij veel, veel belangrijker en mooier dan zo'n titel. Hoewel ik er wel heel erg blij mee ben, omdat het ook wel, dat we laten zien dat die twee werelden samen kunnen komen. De foto van de selectie en de staf werd op social media gezet door Ruud van Eijk, Head of Sports Science and Analytics bij PSV. Het heeft er momenteel alle schijn van dat Hedwiges Maduro na dit seizoen vertrekt bij Ajax. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, Sevilla en Valencia staat bij Almere City bovenaan het lijstje om Alex Pastoor op te volgen als hoofdtrainer. Dat meldt Tim van Duin van Voetbal International op vrijdagmorgen. Maduro had ook de kans om in een andere functie verder te gaan bij Ajax, maar geeft zelf de voorkeur aan een hoofdtrainerschap bij een club in de Eredivisie. De Amsterdammers kochten Maduro na afloop van vorig seizoen weg bij Almere City. De voormalige Oranje International had als assistent van Pastoor geschiedenis geschreven door met de polderploeg voor het eerst in de historie te promoveren naar de Eredivisie. Almere City hoopte Maduro in eerste instantie te kunnen behouden, maar ging uiteindelijk toch overstag. Maduro werd de afgelopen tijd gelinkt aan het hoofdtrainerschap bij Jong Ajax, maar geeft er de voorkeur aan om op eigen benen te staan in de Eredivisie. Maduro geldt bij Almere City dus als de belangrijkste kandidaat om Pastoor op te volgen. De club uit Flevoland sprak daarnaast ook met Rick Kruis, maar die is inmiddels al van de lijst af, wordt er geschreven. De gesprekken tussen Ajax en Almere City lopen nog, een akkoord is nog niet nabij, er moeten nog wel wat hobbels genomen worden, zo klinkt het. Arne Slot maakte op de persconferentie na de zege van Go Ahead Eagles een grapje over zijn prestaties bij Feyenoord. De trainer is zich ervan bewust dat Feyenoord de nodige hoogtepunten kende onder zijn leiding, zoals de Conference League campagne in 21-22, de gewonnen landstitel in 2023 en het winnen van de beker afgelopen zondag. Sommige supporters van Feyenoord nemen op social media al afscheid van de door Liverpool begeerde Slot, met terugblik op zijn successen. Op de persconferentie kreeg Slot een vraag of hij die reacties meekrijgt. Ik zit te denken, zal ik hem maken of niet? Maar hoe lang zijn die filmpjes over die hoogtepunten, zei Slot lachend. Nee, dit is een hele slechte opmerking van mij. Slot zei dat hij de reacties niet allemaal ziet. Nee, dit is nou niet het moment om te volgen wat er allemaal over mij gezegd wordt. Ik probeer zo dicht mogelijk bij mijzelf te blijven en bij de staf en de spelers. Daar richt ik me op. Als ik alles zou volgen wat er over me gezegd wordt, weet ik niet of ik daarnaast nog genoeg tijd heb om de jongens voor te bereiden. Ik heb nu wel een paar dagen vrij, maar dat betekent niet dat ik nu de social media ga afschuinen om te zien wat er gezegd wordt. Is de trainer zelf verbaasd dat Liverpool bij hem is uitgekomen of vindt hij het wel logisch? Los van het antwoord op die vraag is het niet de eerste grote club die interesse in mij heeft getoond in de afgelopen jaren. Ik denk dat we met Feyenoord al 3 jaar op een geweldige manier aan het presteren zijn. Clubs die dat volgen via beelden en data hebben de afgelopen jaren vaak interesse getoond. Dat is een heel mooi compliment voor mij en voor Feyenoord. Wil jij dan op de hoogte blijven van het allerlaatste voetbalnieuws? Check dan www.fcupdate.nl en abonneer je op ons YouTube-kanaal.